Sam Larsson. Ze waren een waanzinnig goede wedstrijd. 2 goals gemaakt, eigenlijk 3, zei jij al. Nou, die werd wel echt van richting veranderd. Is dit dan een tijdelijke opleving of is dit dan de definitieve ommekeer? Hij heeft nog totaal niet aangegeven stabiel te kunnen presteren. Er zitten af en toe wedstrijden tussen waarbij hij wel echt indruk maakt. Want, ja. Kijk, hij kan natuurlijk fantastisch voetballen. Dat hebben we bij Heerenveen ook wel gezien. Het is een hele goede technische speler. Alleen niet elke week. En ja, Feyenoord moet hopen dat hij dat een keer wel laat zien. Maar ik heb een hard hoofd in. Ik heb zelf het gevoel dat hij nu weer 2 weken helemaal geen bal gaat raken. Maar je ziet de potentie die hij heeft. Ja. En daarom zou je zou hem zo graag gunnen dat het eruit komt. Maar hij heeft nog geen enkel aanleiding gegeven om dat te denken. We hebben een interview gehad met Foppe de Haan. Die zei, je moet gewoon achter de broek aan zitten. En weet je, dat is een typische speler. Die moet je elke keer weer wakker schudden. Hoe zou jij met zo'n jongen omgaan, Jan? Ja, ik vind het een beetje onzin van Foppe, moet ik eerlijk zeggen. Dat mag je zeggen, hoor. Dat als je een goede prof bent, dan hoeft niemand je wakker te schudden of op te peppen. Dan sta je er gewoon iets. Mentaliteit. Ja, dat is even mentaliteit te maken. En gisteren, er werd ook niks, geen strobreedte in de weg gelegd. En het is wat Armando eigenlijk ook zegt, is dat je... Je zit nou, ik noem 2 wedstrijden, maar ga er maar van 6, 7 wedstrijden uit. Ja. Ik heb nog nooit iets anders gezien. Hij speelt goed en dan is het weer een hele serie dramatisch. Hij weer 1 leuk moment in de wedstrijd en dan weer niet. Het is... Ik vind hem, hij loopt erbij alsof hij geweldig kan spelen. Vind ik niet erg hoor. Weet je wel, als je een beetje dat doet, Neymar ook. Alleen die laat wel iets zien. Ik heb helemaal het idee, na 10 minuten weet je precies wat je aan hem hebt. Bij Emmen mist hij na 6, 7 minuten een hele rare kans. Je kan hem gelijk opvegen. En als een actie eenmaal lukt, krijgt hij vertrouwen, speelt hij een goede wedstrijd. Terwijl hij wel weer een mega kans mist, hè? Hij miste wel een hele grote kans weer. Maar daarvoor had hij al een paar goede acties, had hij al een doelpunt gemaakt. Ja. Dus dat was echt in de tweede helft. Dus dat vind ik anders als je een paar goede acties maakt en je mist de kans. Ik herinner me ook die bekerwedstrijd van een paar jaar terug tegen de amateurs. Volgens mij van Swift, toen was hij fantastisch. Ja. Tegen de amateurs, oké, dat zeg ik erbij. Maar hij was echt goed daar. En toen zei ook iedereen van, nou, dit is de doorbraak van Larsson. Nu komt het eraan, nu staat hij er. Ja. En daarna hebben we een weken weer niet gezien. Dus ja. Ik wil de volgende 5 wedstrijden wel eens zien hoe hij dan presteert. Ja. En als hij dan weer het rendement heeft van gisteren, en dan zeg je, hey, hij wordt wakker, weet je wel. Hij komt uit die Scandinavische winterslaap, weet je wel. Maar dat is gewoon, ik geloof daar niet in. Ik heb al te veel wisselvalligheid bij de jongen gezien.